Stel, je kent alle telefoonnummers van je vrienden uit je hoofd en je hoeft nooit meer te blokken op jaartallen voor geschiedenis. Dat kan. Hoe? Dat gaan we onderzoeken en dit is het lab. Boris, jij bent geheugenwetenschapper, maar ook geheugenkampioen. Hoe word je dat? Wel, ik zat nog in school en daar heb ik begonnen mijn geheugen te trainen. En dan hoorde ik van geheugensport. Dat zijn eigenlijk kampioenschappen en wie de meeste dingen uit het hoofd kan leren. Ja, daar heb ik meegedaan en ook gewonnen. En zo word ik dan geheugenkampioen. En jij staat in het Guinness Book of Records, toch? Ja, klopt. 4 keer zelfs. 4 keer. Maar als ik iets wil onthouden of iets nodig heb, dan google ik het meestal gewoon. Ja, ik kan natuurlijk, maar dan haal je het alleen mee in de korte termijn geheugen. En als je het dan later nodig hebt, nou, dan is het weg. En daarom is het toch handig dat met geheugentechnieken de dingen direct in de lange termijn geheugen gaan. Maar vergeet jij dan ooit nog wel eens iets? Jawel, ik moet de geheugentechnieken echt gebruiken en dat kan niet altijd. En dan ben ik ook soms de sleutel kwijt. Maar ik kan die technieken toch veel gebruiken en boodschappenlijst heb ik dan zeker niet nodig. En ook ja, kredietkaartennummers, rekeningnummers, die weet ik wel uit de hoofd. En moet je daar wetenschapper voor zijn of kan iedereen dat leren? Nee, dat kan zeker iedereen leren. En sterker nog, ik denk iedereen kan zelfs geheugenkampioen worden. Nou, dat lijkt me wel wat. Klinkt wel een beetje ambitieus. Ja, straks ga ik jouw geheugen trainen. Maar misschien eerst een snelcursus. Het geheugen is namelijk in de wetenschap een echt ongrijpbare moeilijke taak, maar ook echt fascinerend. Het geheugen heeft namelijk geen vaste plek in de hersenen. Het zit in de verbindingen tussen delen van de hersenen, de synapsen. Dat kan je zien als een soort Landwegetiers tussen de verschillende delen van de hersenen. Die je vaker je gebruikt, desto breder worden deze. En aan het einde heb je dan een soort snelweg. Dus jij hebt waarschijnlijk een hoofd vol snelwegen. Kun je dat ook terugzien? Jawel, we hebben geheugenkampioenen onderzocht en hun hersenen lijken echt op die van gewone mensen. Maar de verbindingen tussen delen van de hersenen, daar vind je echt de verschil. Dus als ik geheugenkampioen wil worden, dan moet ik die neuroverbindingen, die synapsen, moet ik een krachttraining mee doen. Ja, precies. En dat doe je met geheugentechnieken. Die werken altijd met beelden die je opmaakt in je hoofd. En een specifieke techniek is die Loki-geheugentechniek. Die kunnen we ook hier op locatie doen. Oké, kom maar op. Wij gaan nu een serie namen uit het hoofd leren. Dat doen we allemaal samen en daarvoor gebruiken wir hier Plekken in der Lokation. Komm mal mit. Okay. Versinn mal, den Mann hier, den wir hier sehen, die ist sehr kahl. Das ist ein sehr kahler Mann. Das ist ein kahler Mann, das. Ja, precies. Und hier auf TV, da müssen wir nur ein bisschen mehr versinnen. Da sehen wir eigentlich, als wir in die Hersenen kijken, da sind viele Menschen, die mit Seilen auf den Straat laufen. Mit Seilen auf den Straat ja, laufen? Ja, mit Seilen auf den Straat. Seilen auf den Straat, kahle Mann. Ja, precies. Und hier bei dem Balk, als wir kijken, wir waren hier nicht allein, hier ist so ein Jongetje, die speelt die hele Zeit um den Balk umheen. So ein kleiner Jongetje, die speelt hier umheen, die loopt hier langs. Ein kleiner Jongetje speelt um den Balk heen. Ja, precies. Okay. Und als ihr dann verder kijkt, bei dem Lamp, ja. Die ist eigentlich hier, da steht gewoon ein Bison vor dem Lamp. Aber die ist nicht weg, die loopt dann net einen Hövel nach boven. Hier staat een bison gewoon voor dit lamp, die loopt nu een heuvel naar boven. Maar de kale man associatie snap ik nog, maar er is hier toch geen bison? Moet ik maar het gewoon het verzinnen? Verzinnen? Precies, verzin het. Ik verzin het. Bison bij de lamp, ja. Jongetje bij de bal. Oké, leuk. Kijk maar naar de fiets. Op de fiets verzin maar een uil. Dus dat is een uil op een fiets? Ja, precies. En als je naar de u kijkt, daar kijkt een agent door. Kijkt een agent, door de u? Kijkt door. Ja. En hier bij de steiger lijkt het echt vies. Daar loopt blubber naar beneden, dat is even blubber. Blubber over de steiger heen, ja, ja check. Precies. Kijk maar naar de trap. Op de trap daar staat een kok. Ben je nog, Sophie? Ja. Kijk maar, die loopt wat? de trap naar boven, de kok, en die doet een show. Die doet daar show koken op de trap. Show koken op de trap, ja, dat is precies. Het verhaal. Ja, probeer het te zien echt in je hoofd. Oké. En dan gaat het gelijk verder, dan hebben we hier nog de projector. Ja. En van het projector, het beeld gaat tot het eind van dit balk hier. Het beeld van de projector gaat op het eind van de balk. Oké, het verhaal van de projector is, die schijnt tot het einde van de balk. Precies. En dan hangt hier nog een wiel. En dat wiel, dit kan je als een eenwieler gebruiken, maar alleen op de juiste route. Eenwieler, maar alleen op de juiste route. Dat route is de woord die we willen onthouden. Oké. Projector. Oké, dat klinkt allemaal als hele kleine verhaaltjes. Wat nou precies hier, wat we hiermee gaan doen, weet ik niet. Ik ben heel benieuwd. Gefeliciteerd. Je hebt net de volgorde van de laatste 10 minister-presidenten van Nederland uit het hoofd geleerd. Hè? Wel, ik leg het jou uit. En jullie ook. Het begon met de man die heel kaal was, voor de eerste naam meneer Kaals. Op de tv waren mensen met zeilen op de straat, voor meneer Zeilstra. Bij de balk hebben we de jongetje gezien die daar speelde. Voor meneer de Jong. Het ging verder naar de lamp. Daar was een bison die op een heuvel loopt. En de naam is Biesheuvel. Op de fiets was de uil voor den uil.
Bei der Ü, der Agent, Promener den Ach. Bei der Steiger haben wir den Blubber, Promener Lübbers. Dann kamen wir nach vorne an der Trab, Promener Kock, da war ein Kock auf der Trab, das ist auch der Name. Dann hätten wir noch der Projekti auf der Ende von der Balk, Promener Balkenende. Und mit der Wiel geht ob die aus der Route, Promener Rutte, die ist es nicht. Ja, dat ik nou uitgerekend de Nederlandse minister-presidenten van een Duitse wetenschapper moet leren, dat is natuurlijk wel heel apart. Hey, maar wat is er nou net in mijn hoofd gebeurd? Die delen in jouw hersenen die voor namens verantwoordelijk zijn en de delen die voor beelden verantwoordelijk zijn, die zijn nieuwe verbindingen ingegaan. Zo hebben wij de snelweg in jouw hersenen wel verbreed. En als ik nou straks hier wegloop, is dat dan ook weg of weet ik dit nou voor altijd? Het zit gelukkig gelijk in een lange termijn geheugen, omdat we associaties gedaan hebben met dingen die er al lang binnen zijn. En daarom weet je de verhaal ook zeker in een week of nog later nog. En sterker, je weet het ook nog in de juiste volgorde. Als ik je nu vraag, welke minister-president volgt op meneer Kals? Kale man, tv, zeilen met mensen op de straten, minister Zijlstra. Wow. Nou, hier kan ik op de volgende borrel wel indruk mee maken. Dit was het lab. Tot de volgende. Vond je dit nou een leuke video? Klik dan hier om te abonneren of hier om er nog veel meer te bekijken.